Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Mafia 3. En dat dak is een perfecte ramp waar ik sowieso nog hier overheen wil crossen. Alleen zit een parkje in de weg, dat is een beetje het probleem. Maar voor de rest zou het wel fucking vet zijn om daar overheen te springen. Ik heb tussentijds heel even een paar van die notes geactiveerd van die wiretap dingen, zeg maar. En ik heb mijn geld gebankt voor het geval dat het misgaat, we doodgaan of wat dan ook. Dan heb ik tenminste geld op de bank staan. En ik kan nog wel even laten zien trouwens met die tabs. Dit heb ik nu erbij getapt. Dus dit gebied was één zo'n hoefijzer ding, zeg maar. Net zoals dit hele kleine gebied is. En daarom vind je er ook zoveel. Ik heb er nou dan nog 4. Maar Barclay Mills, dit hele gebied, zeg maar. Het zijn zoveel van die kleine gebiedjes. Dat is echt fucking kut. Dus vandaar dat je ook zoveel van die units vindt. Van die wiretap units. Of fuses, hoe je ze wil noemen. Maar voor nu gaan wij een informant hier killen. En eens even kijken. Ik vermoed dat ik hier wel langs kan. Hallo. Even langs. Dank u. Geen paniek, geen probleem. Kijk, zo komen we in ieder geval in de rug van die dude of zoiets. Hij staat in huis. Uh-huh. En hoe komen wij in huis? Via de voordeur. Wat een verrassing. Ik zou kunnen fluiten dat hij komt. Yep, dat kunnen wij. Perfect. Hij komt naar ons toe. We steken meneer Volske het huis in zonder gekloot. Zo doen we dat. Beetje stijlvachtig. Iedereen omzeilen. I like it. We staan met onze vuist. Maar we steken hem nu neer met ons mes. Dat is ook wel interessant. Dat blijft gewoon fucking brut, jongen. Mensen neersteken. Het ziet er zo ziek uit in deze game. Perfecte timing ook. Hallo. Ook hem hebben we vermoord. Gelijk bloed ook overal op. Holy crap. Dat was niet slecht. Zeker niet. Wie verder nog iets? Nope. Ah, en ik had ondertussen trouwens ook nog een Playboy magazine gevonden. Die wordt ook aangegeven op de map. Met hele kleine konijnenoortjes. Ik weet niet, misschien kan ik er wel eentje vinden zo op de map. Als je inzoomt namelijk kun je ze ook wel vinden. Propaganda. Dat zijn die propaganda dingen waar Donovan niet tegen kon. Hot Rod magazine. Playboy magazine. Normaal, je ziet het nou dan niet. Maar op de minimap zijn het echt gewoon de Playboy logo, zeg maar. Dat is de collectible daarvan. Dus je kunt alles heel makkelijk vinden. Hot Rod magazine waar ik nog niks van had gepakt. Kun je dus ook gewoon vinden. En dat werkt lekker. Ik vind het altijd fijn als een game heel veel collectibles heeft. Vind ik echt heel leuk om gewoon de map helemaal te exploren. Maar dan vind ik het wel fijn als er een systeem is dat je ze allemaal makkelijk kunt vinden. Of nou ja, makkelijk kunt vinden. Maar ja, dat je in ieder geval wat directie hebt van daar moet je naartoe. En daar kun je zomaar dat item vinden of wat dan ook. En dat heb je hierbij zeker. Dus daar ben ik heel blij mee. Want volgens mij had Mafia 2 dat niet. En Mafia 3 heeft dat dus goddank wel. Want dan vind ik het heel leuk. Dan vind ik het echt super leuk om collectibles te verzamelen. We gaan hier naartoe. Donovan had wat voor ons als het goed is. We moeten weer gaan wachten op het bankje van de bushalte. En dan kunnen we weer een nieuwe record overnemen. Oké, okay, continuing will cause any remaining record objectives to remove. Maar die hadden we al niet meer. We moesten de laatste enforcer nog een keer hebben gedaan. Dus we zijn klaar. Except, wij gaan de laatste record innemen. He's such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for, long as he's still above ground. Poor sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Ook zo heel mooi, inbred assholes enzovoort. En op zich wel goed dat ze dus je nu duidelijk vertellen van de dude in kwestie heeft dus een zwangere vrouw en heeft gewoon het werk aangenomen wat hij aangeboden kreeg. En kan er moreel wel niet achter staan, maar op zo'n moment boeit je dat niet zoveel meer als je je gezin maar kunt onderhouden in zo'n geval.
Dus dat geeft alleen maar aan in dit geval. Recruiting bosses, het komt mooi in beeld ook. Timing. Dat je dus nu hem kunt recruiten in plaats van hem killen. Wat we dus met Merle hebben gedaan. Now, remember that you've previously wiretapped the church and smack racket. Because you've done this, you'll now have the option to kill the racket boss for some quick cash or recruit them for improved earn in the long run. Nou, waar gaan we in dit geval wel recruiten? Die andere daar hebben we natuurlijk allemaal vermoord. Maar dat moesten ook, want toen hadden we ook nog geen wiretap optie. Maar zoals nu kunnen we dat wel mooi doen. Dus confront. Daar, sentry, sentry. En in de kerk zijn dus ook allemaal sentries. We kunnen ook weer via de oude route gaan. Op zich werkt die wel. Waarom zou ik nou via de kerk gaan als ik hier langs kan? Via dat water en shit. Dat werkte heel goed vorige keer. Dan kunnen we hier niet overheen klimmen zeker. Nope. We moeten even omlopen. Zouden we op deze caving kunnen klimmen? Nope. We staan gewoon zwevend in de lucht. GG Kim. Dat hekje kunnen we dan wel weer. Wauw. Applaus, Lincoln. Applaus. Ik heb af en toe echt een neiging om een Franklin te noemen trouwens. Dat komt een beetje van GTA af waarschijnlijk, maar... Dit is natuurlijk niet Franklin. Dit is Lincoln. Het lijkt wel op elkaar. Dus lopen we lekker hier weer langs. Ja, waarom zouden we het moeilijk doen? Waarom zouden we helemaal via de kerk gaan? Als we gewoon hier omheen kunnen lopen. Een methode die voor die tijd al heel goed werkte. Dus we gaan bukken. We kijken, daar hebben we een sentry. Die loopt juist weg van ons. En hij zit daar in het huis. Dus dat is goed om te weten. Die sentry... Oh, daar hebben we ook nog een duw trouwens. Fuck. Oké, die gaat weer naar binnen. Dat is goed. Die sentry heeft ook niks beters te doen. Sniper point. Nice. Dus we kunnen naar boven klimmen om hem te killen dus. Dat doen we niet. Maar dat kan dus. Op deze manier. Dat is wel heel erg vet. Dat is heel erg goed dat die game dat aangeeft. Van hey, als je wilt snipen of makkelijk wilt killen. Dan kun je vanaf daar gaan snipen. Dat is echt cool. Okay, ik weet niet wat die sentry doet. Ik heb eigenlijk wel een neiging om gewoon naar boven te klimmen. Maar... hij loopt daar nog steeds al. Wij gaan hier naar boven toe. Overheen. De ladder op. Oké. Vanaf hier was de sniper point, zei de game. Maar. Vraag me af hoe verder. Kunnen we verder het dak op? Ja, dat kan. Kunnen we ook naar binnen dan vanaf hier? Het is wel een beetje een crappy dak, maar. Nee, we kunnen niet via een dakraampje of zo naar binnen. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat had ik net nog wat leuker gevonden. Als je ook echt zo op die manier helemaal naar binnen kon sneaken. Maar volgens mij de vorige keer zijn we via hier naar binnen gegaan. En dat werkte mirakels best. Oké, nou iets minder denk ik. Helaas. Eens even kijken. Kunnen we hier naar boven? Staat een raam open? Voor mij is daar een raam open. Of niet? Nee, nee, mooi. Nee, mooi. Er zit een plank voor. Oké. Okay. Dus even kijken of we deze lui kunnen killen allebei. Stealth. Als hij nou eens naar mij toe komt lopen. Wat hij volgens mij ook doet. Zijn we al perfect. Kan ik hem om het hoekje heen gooien. Kom maar. Perfecte timing, meneer. Mes in je strot. En een hoekje om. Probleem opgelost. Nou, alleen die duurt er binnen nog. Die staat ook met de rug naar ons toe momenteel. Dus dat is nu het moment. La 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 la. Staff. Perfect. Perfect. Oké, nou moeten we hem dus interrogaten zometeen. Of interrogaten. Recruiten bedoel ik. Echt al die fucking termen in deze game. Ik haal echt alles door elkaar. Can increase the to recruit the racket boss. Wiretap the racket. Ja, dat hebben we al gedaan. Maar ik wil hem... Of is hier een losse wiretap? Nee, toch? Dan ben ik de lul. Maar we hebben dit toch al gewiretapt. Thomas Lee. Dat is de info die Donovan ook gaf. Prachtig. Weg. Kom je naar me toe? Nee. Fuck it. Hij gaat er alsnog aan. Puur omdat het kan. Allee, nou ben ik dus benieuwd. Can increase the... Ik neem aan dat we gewoon naar hem toe kunnen lopen en hem kunnen recruiten.
Het is gewoon op deze manier. Ja, oké. En nu? Ik wil hem recruiten. Nu game. Game. De game geeft mij niks, geen info. Van wat ik moet doen. Wat was het? Fuck. Kill was volgens mij kruisje en de andere was vierkantje. Denk ik. Hij doet niks. Oké, rondje was het blijkbaar. Okay, sure thing. Ik zag niks staan. Er stond nergens een control ding. Oké, nou het is in ieder geval gelukt. Maar er stond niks, geen fucking intel welke toets ik in moest drukken. Dat was kut. Maar we hebben wel even 30.000 weer. Current income. Income increase, 30.000 erbij op. Boss per 2.000 cash. Zeker niet slecht. En ook deze kunnen we dus assignen to Cassandra. We kunnen ook kijken hoe het verder werkt. Hoe meer inkomen je krijgt voor een bepaald iemand. Dus in ieder geval Cassandra. Zometeen unlocken we dus improved accuracy. Hebben we het nog een keer zomaar. Dan krijgen we 40.000 cash. Dan hebben we dus operator shutdown phones for 2 minutes. Etcetera, etcetera. Dus dat zijn alle dingen die je unlockt. Zo gauw als je maar één persoon de hele tijd gebruikt. Dus in ieder geval Cassandra. Zo werkt het een beetje. Voor zover ik het allemaal begrijp. En Cassandra mag dit gebied ook overnemen voor mij. Zij mochten het hele gebied hebben, dat hadden we al beloofd, dus. Geen probleem, we hadden ook beloofd dat zij de hele hollow mocht hebben, dus. Moeten we nou niet moeilijk gaan doen. Dit blijven gewoon domme beelden, naar mijn mening. Donovan, John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Donovan is echt geweldig. Echt geweldig. God ain't forgetting what those motherfuckers did to this place, Mr. Clay. I won't either. Hey, helemaal prima. Helemaal prima, meneer. Hey, associate gained gunsmith proof accuracy. Nou, dat wisten we al. Dat we dat zouden unlocken ook. We gaan verder. Talk to Cassandra. Dus dan gaan we daar eens even naartoe. En even kijken. Waar hebben wij een auto? Oh my god. Het is allemaal niet wat, jongen. Het is allemaal een bonkerroest hier. Is er nou niemand met een mooie, fatsoenlijke auto? Het is echt allemaal verroest en shit, man. Stoffig. Nou, stap jij maar eens af uit. Waarom sta jij hier überhaupt? Dat is de vraag, man. Gas. Gas, gas, gas. Het geluid van deze auto. The fuck is the miss, game? Nee, ik ben benieuwd wat Cassandra te melden heeft. En wat we nou verder kunnen doen. Of we nou het gebied al kunnen overnemen. We hebben nou beide records gehad. Of beide. We hebben in ieder geval 2 gehad. En ik weet niet eens er meer zijn. Maar ik denk van niet, persoonlijk. En daar komen we nu achter. We gaan naar binnen. Mm-hmm.
This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Ducey. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she just grabbed me is all. You a Dixie Mafia? No. Yes. I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucette? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mama, my papa, shit. Go on, get. He could want Doucette. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Killing Richie, you've taken over the smack and prostitution racket, drawing Richie Ducey and the Dixie Mafia out of their hole. This is how you'll go after Marcano, by uncovering and seizing control of his criminal records, then confronting his lieutenants and capos. Ze zijn er nogal lang in niet. After taking down his records, you'll be able to go after Marcano himself. Go kill Richie Ducey and take control of the hollow. Dan gaan we dat doen. Ik heb er zin in. Bij een fucking verlaten amusementspark? Dat klinkt gewoon al cool. Dus laat staan dat we er iemand mogen gaan vermoorden. Waarschijnlijk op brute wijze. Dat is gewoon... A dream come true. Nee, dat zou heel ernstig zijn. Dan is een bezoekje aan de psychiater wel gewend, zeg maar. Als dat een dream come true is. Als dat op je bucketlist staat, dan... weer een probleempje. Ik kan echt niet wachten om die fucking cel te killen. Het zou leuk zijn. Maar voor nu hebben we eerst een fucking amusementspark. Moet je zien hoe fucking vet dat eruit ziet. Het is echt gewoon verlaten en verrot van alle kanten. Het staat hier zelfs onder water. Damn. Dit is cool. Dit is echt cool. Saturday Fun Park. Moet alleen even kijken hoe we binnenkomen. Ik neem aan... Via daar, waar de marker ook op staat. Dankjewel, game. Beklimmen. Dit is echt zo'n coole hideout plek. Die gast heeft het wel goed voor elkaar. Ik wil dat. Richie. Oh, wat gebeurt er? Waar hebben wij last van? I got a bad sense about this man. Zal wel. Richie needs to work his shit out with Georgie. Oh. Well, he ain't got no fucking choice. Cause if he don't, we are fucked like yo mama on prom night. We are fucked like yo mama on prom night. Dat is echt zo'n redneck die dat zei. Dat is zo geweldig. Maar ook gewoon de tekst die hij zegt. You're fucked like your mama on prom night. Great. Hey, als zij nou eens even gaan moven. Ik kan misschien eentje naar me toe fluiten. Dat zou kunnen. Als die ander dan niet oplet. En gewoon wegkijkt. Vind ik het helemaal prima. Steken we hem neer. Om het hoekje. Hoppakee. Oh, nee, die andere duurt even zoek, joh. Dat is niet goed. Rennen. Heeft de rest maar gezien. Ja, de rest heeft mij ook gezien. Oké. Dat was eigenlijk wel te wachten. Volgens mij moest dit ook gewoon verplicht. Aangezien hij begint te praten ook en shit, was het sowieso de bedoeling dat we gespot zouden worden. Dan gaan we even naar beneden. Dan gaan we even koffers zoeken. Even een mooi wapen. Oké, dan gaat hij naar boven. Kom maar hier. Dank u. Ik moet zo meteen denk ik even zijn shotgun oppakken. Want zo heel veel ammo hebben wij niet meer. Was er ook nog een duurt aan mijn rechterkant? Ja, de gins. Ja, moest ik gaan rennen toen ik de kans had? Denk ik niet, vriend. Ik heb het jaar gewoon blijven moeten zitten waar jij zat. Toen je de kans had. Pak jou en je shotgun. Is die man dood? Shotgun? Ja. Als die andere dude daarnaast is.
Oh, die Molotov is kut voor hem. Goed voor ons. Fuck. Misschien moet ik die accuracy nog even kopen in vervolg. Voordat wij een missie gaan doen. Pak je ammo op? Nee. Oh, fuck. Mijn been. Au. Ah, ik heb nou een shotgun opgepakt. Daar wordt niet heel veel beter van, maar... Het is iets. Daarboven zit de lijn. Oh, ik zie het nu al gebeuren dat we straks over de rollercoaster gaan. Dat zou zo fucking cool zijn. Dat zou echt zo cool zijn. Maar hey, ik heb wel vaker leuke ideeën. En dan zegt de game, nee, dat doen we niet aan. Kijk maar naar Forza. Dat is ook zo'n geweldig idee. We rennen even door trouwens. Net alsof we hun allemaal niet zien. Dan gaan we heel even die locker gebruiken. Kijk, dan hebben we ammo. En een wapen in ieder geval. Waarom kan ik dit wapen niet oppakken? Ik kan alleen die pistols doen. Fuck, terwijl we ook hier een rifle hebben. Fuck, shit. Nou, we hebben nou in ieder geval een revolver. Of zoiets. Oh, kut. Richie is die kant op. Waar is die? Oh, fuck. Uh-oh. Heal. Kut, sorry. Fucking hell. Die Magnum die nakte mij juist, jongen. Dat ding, dat is kut. Dat ding is echt kut. Ik had gewoon mijn pistool moeten houden. Nou zijn we doodgegaan. Ik vind nog steeds vaag dat ik dat wapen dus... Nou kan ik het wapen oppakken, denk ik. Ja, hè. We hebben het wapen opgepakt. Eindelijk. Want dat probeerde ik zo net. En toen ging het mis. Dat is echt gemeen van die game. Maar ja, geen rollercoaster trouwens. Want dat was de Crazy Gator volgens mij. Dus helaas. Mijn reuze... Of mijn reuze had. Mijn rollercoasterplan gaat niet door. We hebben nog steeds van die vage flashbacks. Shotgun. De Bone Rattler. Wat is de Bone Rattler nou dan? Ja, hopelijk let die andere dude niet op. Die andere dude let wel op. Helaas. In zijn been, in zijn ballen. Of zo. De Bone Rattler is dus gewoon een fucking botsauto ding. De Bone Rattler klinkt veel meer als een fucking achtbaan. Als ik hier ook ben. Oh god. Oké. Dat ruimt op. Dan hebben we de ginds nog een. Die is ook dood. En dan hebben we daar nog een dude. Fuck you. Zijn we klaar? Volgens mij hebben we iedereen gekillt hier, jongens. Perfect. Pistol ammo erbij. Verder nog iets. Of helemaal niets. Lijkt erop van niet. Hier is de exit in ieder geval. Dit is gewoon daadwerkelijk de Bone Shaker of wat hij ook zei. Bone Rattler. Whatever. Hey, fucking botsautertjes. Oké. Show yourself. Bam in je bakjes. Bam in jouw bakjes. En bam in jouw bakjes. Oh, dat was niet in je bakjes. Ben nu wel dood. Het is wel echt vet, jongen. Deze locaties zijn geweldig. Was dat een sniper? Ik denk dat het een sniper was. Omdat het schot er kwam hard aan. Maar die gast is wel neer. Dus dat is het belangrijkste. Snel door. Dus even kijken of hij sniper helemaal heeft om ons. Ja, dus dat was het daadwerkelijk. Nou ja, sniper, rifle, dude, whatever. Beetje hetzelfde. Komen die live hier aan de zijkant? Oh, we hebben hier echt een sniper trouwens. Oh, dat ding heeft wel een ziek geluid. Mooi wapen, joh. Schiet er redelijk snel volgens mij, dat ding van hem. Houd, er komt een tuur met een shotgun aan? Of wat is de bedoeling, game? Waar is die gast? Oh, die gast is hierboven. Hi. Hij kon mij nog niet hitten. Oh, daar ging ze helemaal. ging lekker. Ik heb niet te klagen met die sniper. Why, right?
Waar schiet al dat volk op? Je hoofd stak uit, vriend. Oké, medicine cabinet. Ik kan wel gebruiken. Adrenaline. Mediaal. We moeten nog steeds op zoek naar Richie. Richie is echt gewoon keihard weggelopen. Kutjunk. Zit helemaal achter in het park. Oké. Hier naartoe. Molotov. Ja, Molotov. Oké. Okay. Oh. Switchen naar pistol. Oké. Aha, eigenlijk probeer ik jou in je bakjes te raken. Maar... Oh. Au. Heel. Voordat we daadwerkelijk doodgaan, door in de fik te staan. Oké, okay, we hebben in ieder geval nog genoeg kogels. Er zijn nog twee sniper bitches. Waar is die andere deur? Ik word gehit vanaf... Oh, daarachter. Daar links. Switchen. Sniper. Fuck you. Oh. Au. Jij zat in de kar. Maar oké. Okay. Hij zat echt gewoon door die kar heen. Voor deze game. Wat is dit dan? Fucking spookhuis. Pak je de pistool er maar even bij. Ja, dit is nogal zo'n karretje inderdaad. Dat is echt zo'n spookhuis ding. Uh-oh. Fuck you, bitch. Zit een beetje in het water. Ja, dat is echt zo'n spookhuis ding. Dat is wel cool. Waar is die enemy hier? Dat was hier een enemy. Of was dat echt gewoon Richie? Dat was echt gewoon Richie volgens mij. Oké, hey, rennen. Oh, what the fuck zijn dat allemaal, jongen? Die dingen die allemaal zijn. Ik zie geen zak. Het is wel fucking donker. Oh no, ik ben zo bang. Oh no. Spooky, scary skeletons. Oh, kut. Richie. Au. Oké, dat was Richie niet. Anders was hij nou dood geweest. Oh, dat was eng. Poepoe. Zijn jullie al bang aan het worden? Hallo, meneer. Fuck jou, meneer. Geef mij al een shotgun even. Lijkt me net wat handiger nu. In plaats van de rifle. Waar is Richie? Confront Richie Duché. Oké. Zullen we kijken of we hem neer kunnen steken? Waarom kan ik hem niet neersteken? Oh, nou wacht. Dat was dat. Er zijn hier heel veel mensen. Oh crap. Maar het is hier lekker mistig. Dus als het goed is, kan ik iedereen killen. En dat is wel vet, omdat we nou dus een shotgun hebben, killen we dus af en toe mensen niet met onze knife, maar met onze shotgun. Dat is wel ziek. Daarboven staat iemand trouwens. Of hij zit erboven, dat zou kunnen. Zou ik ze beide kunnen killen met één schot? Dat is een ja. Ik kan hem beide killen met één schot. Perfect. Ik ga die dude daarboven niet eens killen. Want fuck dat. We lopen lekker door. Hier naar rechts. Het is wel op zich voor die tijd. Hè? We spreken nog steeds over de 60 jaar. Dus dit is wel echt een ziek attractieding. Hoe het allemaal is opgebouwd. Zeker nice. Oké, rondje, open trappen. Oh fuck. Nog meer, kutvolk? Is dat nou ook een dude nog links van mij? Nee. Okay. Jawel, dat is wel een dude links van mij. Fuck you, bitch. Wow, die dude die vloog. Oké, okay, grab. Kom maar hier, bitch. Kom maar, Richie. Oké, okay, dat was genoeg. Blijkbaar gewoon doorslaan. You need to run this through, boy. You think you can come in here and steal my heroin without nobody noticing?
I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with it! I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do, say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no, no, no. No, please, please, listen, listen. Just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. En dat is ook precies hoe je het moet doen. Mental, of mentaal zeg maar, helemaal vernachelen, zodat ze gewoon bang worden. That's it. En die trofee is geweldig, maar die tekst ook. You can pray on the way up. En dan gewoon dat ding aanzetten. Lincoln is echt een fucking badass. Echt. Als ik kon, zou ik hem een knuffel geven. Ik mag deze man echt zo fucking hard. Maar ja, we gaan verder in het volgende part natuurlijk. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Vond je het leuk? Vergeet niet even te liken. Zie ik je weer in de volgende video. Laters.